Berlijn, Madrid, waar iemand anders met zijn voeten in mijn schoenen zit. Van dat hemd zullen ze wel een stofdoek maken. En die koffer, die doet tenslotte niets ter zake. Het was jarenlang een idee, maar nu is het echt een voorstelling geworden. Vrouwen die Boudewijn de Groot zingen. Maar het gaat natuurlijk wel om werk van een groot icoon van de Nederlandse muziek. En dat doet je twee keer nadenken voor je het podium opstapt. Echt Boudewijn de Groot, ik denk, daar moet ik afblijven als zangeres zijnde. Maar dan werd het concept mij een beetje uitgelegd. Kwam ik ook te weten of kreeg ik de vraag van Andrea en Els. En toen dacht ik van, ja, dat is een ander verhaal. Al ben ik meer dan eens de weg kwijt, dan rij ik hele einden om. De vrouwen in hun band brengen een eigenzinnige selectie en interpretatie van het werk van Boudewijn de Groot, die zijn toestemming gaf. En in die band speelt een de Groot mee, Marcel, zoon van. En dat maakt het voor de zangeressen extra speciaal. Ontegensprekelijk de zoon van. Mm-hmm. Heeft het liever niet gezegd. Nee. Maar het is ontegensprekelijk. Er ja, moet, niets, er moet eigenlijk niks uitgelegd worden, want nee, hij staat daar. Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen dat er zonen zijn van vaders die zo ver teruggaan. Die misschien zeggen van, ik distancieer mij daarvan. Maar het is duidelijk dat hij het met heel veel liefde doet. Ja. Wat dan ook weer heel fijn is. Ja. De tour loopt nog tot eind maart. En door de onlangs versoepelde coronaregels zijn er nog een pak extra stoelen bijgekomen. Ja.